Wanneer leerlingen thuis hun lessen maken in afstandsonderwijs, mis ik vooral en missen zij vooral onmiddellijke feedback. Dat zij weten, ik denk zo en waarom klopt dat dan niet en hoe moet dat dan anders? En een tweede is ook wel de typische overschrijvers van de verbetersleutel. Daarom ga ik vandaag werken met interactive video, waarbij ik een video heb ingesproken waar regelmatig vragen oppoppen. Die leerlingen dan moeten beantwoorden, zodat ze echt mee zijn met de redenering. Volgens mij gaat dat werken omdat uit onderzoek bewezen is dat snel feedback geven, hoe sneller, hoe beter, dat effectief tot leren leidt. Dus op deze manier kan ik heel snel op de bal spelen en moeten leerlingen niet wachten tot ze een paar dagen later bij mij in de les terugkomen voor ze feedback krijgen. Eigenlijk werk ik gewoon heel simpel met PowerPoint, want dat materiaal heb ik toch al. Of moet ik gewoon nog een beetje aanpassen. En dan spreek ik die PowerPoint in. Jullie hebben net de theorie van Erikson uitgezocht over hoe dat het conflict tussen integriteit en wanhoop precies verloopt. Nu is het moment om dat toe te passen op deze casus, die van Leona en Julien. Ik vind het wel belangrijk om die zelf in te spreken, omdat verbondenheid en band met leerlingen werkt heel vaak. En op die manier blijven ze wel in uw redenering, die dat je wel al een heel schooljaar uitbouwt, blijven ze daarin mee. En in elk punt van driehoek noteer je één element uit het voorbeeld. Nadien sla ik die PowerPoint op in mp4-formaat, zodat dat een filmpje wordt en ik zet dat op YouTube. Daarna zet ik dat filmpje op edpuzzle.com. Dat is een programma, gratis, om interactieve video's te maken. En dan kan je die video onderbreken door vragen. Dat kunnen allerlei soorten vragen zijn. Open vragen over de inhoud zelf. Dat kan meer keuze zijn, waarbij dat ze moeten aanduiden welke redenering klopt. Maar evengoed als exit ticket, namelijk wat heb je onthouden? Met welke vragen zit je nog? Goed, ik heb er drie dingen uitgepikt die het meest opvallend zijn volgens mij. Het kan ook dat je andere dingen geselecteerd hebt, maar dat is geen probleem. Vraagt eigenlijk niet veel extra voorbereiding, want zo redeneert je zelf al wanneer je je les voorbereidt. Ga je in onderwijs-leergesprek dit en dit en dit vragen. In plaats van dat ze live antwoorden, gaan ze dat nu gewoon via de computer doen. Wat kan je er nadien nog mee doen? Je kunt kiezen ofwel niks, want op zich hebben leerlingen al feedback gekregen. Je kan ook individueel feedback geven aan leerlingen. Als je in de situatie zit dat je deeltijdsafstandsonderwijs hebt, als ze soms wel in de klas komen, dan is het ook heel handig. Ze noteren niet op papier deze keer, maar je hebt al hun antwoorden ter beschikking. Dat je er een paar uitpikt, gewoon random, die dat je wilt. En dat je die in de klas nabespreekt. Dan frist je en de leerstof op en je geeft weer feedback. Ik ben zelf eigenlijk heel content met die interactieve video's, omdat leerlingen onmiddellijk feedback krijgen, waardoor dat ze veel efficiënter tot leren komen, omdat ze echt gedwongen worden om mee te gaan in een redenering, zoals dat je in de klas doet. Het is eigenlijk behoorlijk authentiek, net omdat het contrast tussen klas en thuis niet zo heel groot is. Wat ik wel soms het nadeel vind, is dat je nog niet kunt bijsturen. Je reageert op je vermoedens van antwoorden die dat er zullen zijn, maar nadien ontdekt je soms aan leerlingen nog heel andere richtingen uitdenken. En oké, dat is dan handig, want dan herwerk je voor volgend jaar. Zo gaat dat altijd wanneer je eerste keer lessen uitwerkt. Ik merk dat leerlingen ook eigenlijk wel meer moeite doen wanneer ze invullen. Ik merk dat bijna nooit er staat, ik weet het niet, maar dat ze misschien wel zo met wakend oog een beetje over hun schouder voelen. Plus dan ook nog dat je toch laat zien, ik doe hier moeite voor u. Ik vind dat belangrijk dat jij mee bent met de leerstof. En zeker als je dan terugkomt op de vragen die dat ze nog gesteld hebben terwijl dat ze gelegenheid hadden, hebben ze echt het gevoel van, die leerkracht die luistert hier naar ons. Het doet ertoe als ik vragen stel. Dus ook op dat vlak geeft dat voordelen. Echt een aanrader. Ik zou niet meer zonder kunnen.